Nee, ik hoef vier. Kinderkart, maar die werken precies hetzelfde. Voor jou moet je nog even kijken of het past, toch? Zoals ben jij hierin, maar ik denk dat het nog wel net, dat het nog wel goed lukt. Op de kart zitten twee pedalen. Links is de rem. En rechts is je gaspedaal. Bij de kinderkart is dit rood is remmen en groen is gas geven. Maar het zit op dezelfde plek, dat is niet andersom. Op de kart zit ook een gordel, deze moet je dragen. Wij helpen ook deze om deze vast te maken bij je. En als je gaat rijden, zit het natuurlijk dat je allebei tegelijkertijd indrukt. Dus je zit goed voor de kart en je gaat er ook niet sneller door. Je blijft er heel lang aan rijden. En dat is ook niet de bedoeling. Ah, dat is een fijne situatie. We werken hier met regels en die geven aan de lampen en of vlaggen. En elke lamp of elke vlag, die kan de kleur. Ja, die heeft een kleur en die heeft betekenis. De lampen vind je op de volgende plek als eerste. Hier bij de start en de finish. Je ziet ze ook nou knipperen. Tweede, voor de brug. Dan zie je dadelijk wel wat beter voor de brug als je onder doorrijdt. Als derde, op de brug, over de brug heen. En als laatste, in het hoek met het zwaailicht. Dat kunnen jullie allemaal wel zien, hè? En elke kleur heeft dus een betekenis. Ze hebben bijvoorbeeld een blauwe lamp en een blauwe vlag. En dat betekent dus dat er een sneller iemand achter je zit. Dus iemand achter jou die rijdt sneller dan jij. Ga even aan de kant, laat deze persoon er langs en rijd daarna weer een stuk door. Maar als je in de bochten zit, probeer dan ook zo breed mogelijk de bocht te pakken. Dus rijd dan ook de buitenbocht, zodat diegene binnenin kan inhalen. Dus we blauw iemand er even langs laten, want die is sneller. Dan hebben we een gele lamp of een gele vlak. Dat betekent dat een van jullie is vast komen te staan. Dat is helemaal niet erg, maar dan moet ik de baan op. De karts kunnen niet zelf achteruit, dus dan moet ik je achteruit duwen. Op dat moment, als je een gele lamp of een gele vlag ziet, moet je wel langzamer rijden. Want ik wil graag helemaal heel hard terug naar huis vanavond. En niet met allerlei gekke breuken. Dus wat langzamer rijden en dan voel ik me ook helemaal veilig op de baan. Als je vast staat, zijn er een aantal dingen. Je blijft altijd in de kart, je houdt je helm op en je gehoor om. En je gaat jezelf vooral niet proberen los te duwen. Dus gewoon lekker blijven zitten. En het enige wat je hoeft te doen is je hand in de lucht. Dan kom ik je zo snel mogelijk helpen. Hebben we een rode lamp of een rode vlak en dan zal ook het zwaailicht daar staan. Dan is er iets meer tijd nodig om je los te krijgen. Soms moet ik wel eens een collega bijroepen. Op dat moment moet iedereen stoppen met rijden. Maakt niet uit waar je rijdt, wat je rijdt. Bij rood, net als een stoplicht, direct stoppen. En op ons amai-teken mag je dan weer verder. En dan hebben we nog de laatste ronde, dat is onze disco-ronde. Dat betekent niet dat je in de kart mag gaan dansen. Dat betekent gewoon dat de laatste ronde is aangebroken. Dus je mag die lekker op je eigen tempo afrijden. De score stellen er dan op dat moment niet meer mee. Bij het zwaailicht wel wat langzamer rijden, want dan sta ik op de baan met de finishvlag om je de pitstraat in te begeleiden. Dat zal niet deze pitstraat zijn, maar dat zal daar bij de kinderkart zijn. En dat probeer dan ook goed op te letten dat ik je, niet dat ik met de vlag sta dat je onderdoor rijdt, maar dat je dan een bochtje maakt. Dan probeer ik je eigenlijk de pitstraat in te duwen. Dat is de bedoeling ervan. Maar dan, anders nog help ik je dan wel. Dat zijn eigenlijk alle regels. Even kijken of jullie het hebben onthouden. Wat is de blauwe vlag? De blauwe lamp. Achter je sneller gaat of niet. Oké, heel goed. En een gele lamp of een gele vlag?
moet je langzamer rijden omdat iemand vast staat en jij de baan gaat. Ja, heel goed. En een rode lamp of een rode vlag. Weet jij die nog? Denk eens aan het stoplicht. Stoppen. Ja, heel goed. Stoppen. Oké, dan hebben jullie het helemaal goed begrepen. Dan mogen jullie met mij meelopen, want dan ga ik jullie allemaal even... Kijk, helemaal goed. Allemaal vette handtekeningen. Oh nee, dat is allemaal dezelfde. even kijken. Ben ik bij jou? Iemand? Wij ook. Ja, iedereen. We zijn alleen van handen. Ik heb genoeg... Ja, sowieso wel. Je bent wel groter dan de rest. Oh, pakket! Oh, lekker! Even natuurlijk aan. Ha, nee, chop! Herman, welkom als de volgende helpen. Ik ben dus ook een keer. Mag ik jou even? Heel goed. Haakleden, even je alle haren onder vandaan natuurlijk. Dat is het makkelijkste, hè? Anders blijf je daar al je haren tussen de klittenband en dan... Ja. Dat is niet de bedoeling, hè? Dan ben je daar een klawijt. Nou, hoppakee. Heb je er zin in? Ja. Dat is de eerste keer, hè? Ja, dat is altijd spannend. Ook voor mij, als ik de eerste keer ging korten. Dat is lang geleden misschien. De eerste keer was lang geleden, ja. Ja. Was ook niet hier, dat was buiten ergens. Oh. Dus, maar ook even al je haren proberen even omhoog te houden. Zodat het niet daar tussen het klittenband blijft plakken. Kijk, helemaal goed. Heb je armen wijd? Een haarnetje voor jou. Ja, je hebt er een kwartier nodig. Oh ja, een haarnetje, dankjewel. Je hebt een kwartier nodig, hoor. Een haarnetje van mij. Goed maar. Ja, jou kan hoezo niet. Ja. Een armenwijd ook weer. Oh ja, je een hoppakee. Oh, ook een haarnetje. Dan ben ik echt al jaren onder te krijgen. Dus het is af en toe een beetje lastig. Ja. Kijk eens. Wat is jou? Natuurlijk met je haar anders blijf je haar ervoor. Hoppakee! Gaat ons toe wel. Wat heeft het nummer? Zegt u? Nummer is nummer al bekend wat je heeft. Dan. Ja, dat kan ik ja, dat maakt niet uit. De nummer die hij nu heeft op een kaartje heeft, is een persoonsnummer gewoon. Dus dan kan wij in computer zien nummer zien kunnen zien welke naam welk nummer heeft. Dus hij heeft geen extra toevoeging. Je WK. Stoer man. Even kijken. Jij deze past. Ik denk nog wel iets te wachten, want anders moet ik een duimpje van je hoofd afhalen. Ja, kijk. Wauw, koesie. Hey, we gaan je kop stoten. Nu zit hij zo goed. Mag ik jou eens aan jouw helm vastmaken? Is je? Die niet expres bij natuurlijk. Die pijn zal doen. Ja! Dan ben je ook nog deze om. Dat is allemaal veel te groot voor jou, joh. Want dat is klein voor jou, natuurlijk. Dan krijg jij er natuurlijk zo eentje om. Pak ik jij even snel een helm vol. Het is natuurlijk bijna iedereen klaar. Ja, het komt nog geen. Pak jij even nog een snelle helm vol. Dan ga ik jullie even allemaal passen en meten in die karts. Ik dacht, dat was een oude pijn, jongen. Ik voel me echt gevallen. Die helm mooi echt op. Slempoppetjes, hè? Zo, Guus. Hoor je me nog? Ik zat zo. Ik had het niet. En je weet, links is remmen en rechts is gas geven. Je mag hem trouwens wel open laten, hoor. Als je gaat rijden, mag je hem open houden, want anders zie je niks meer. Dan gaat hij helemaal... Een soort mist komt er dan. Oh, ik ben zo bang voor de handen. Omhoog, hoofd omhoog. Deze is iedereen bang voor de... Deze is iedereen bang voor de... Daar zit een schaduw in. Kijk, daar zit een schaduw op. Oké, dan mag iedereen met mij meekomen. Dan gaan we allemaal jullie in de kar zetten. Kom, Louis. Jij mag. Kusje 4. Ja, jij mag in 3. Jij mag in 6. 8. Wie is nou. Wie is nou 3? 3 is. Gwen. Gwen, ben je 3? Ja. En Imke? 5. Nee, Marijn is 5. Nee? Nee. Oh, Marijn is 8e. Wat nummer heb je, Marijn? Marijn is 6. Dat weet je niet meer, hoor.
Oké, dan moet je het sturen naar de tijd en dat ding. Dan moet je sturen, dan moet je baas. Leuk hè? Schitterend deel. Goed zo, Guus! Hoe is het hier, hoor? Oké, jullie naam hebben, wie is Guusje? Guusje is die zijn leuk. Guusje, waar is Guusje? Guusje zit hier. Ja. Wie is Imke? Ben is op de bank. En je had hem al gekakt, hè? Dan mag jij achter Guusje plaatsnemen. Wordt het gekakt? Dat goed. Kijk, ja. Ja, zo mag dat wel. Oké. Dan mag je achter Guusje plaatsnemen. Kom maar. Voor de bij staan. Ja, ga je maar. Ja, ik heb een kart, hè? Oké, je gaat erop springen. Mag jij even gas geven? Ook wel beter, ook wel beter, man. Gas hem. Thank you.
ga er even. Ja, ik heb hem wel, hoor. Ja? Ja. Ja, wacht, hè.
Guusje in 2. En Marijn in 7. Oh, dat is een kleintje. Vijf, dus een kusje zat in 5. Nee. Oh. Haar netje erin. Oké, dan mag jij. Dat je zus? Ja. Dan mag je eraan. Nou, ja. Even uitstappen. Ja. Oh ja. Zo beter? Nee, niet beter. Schrijf maar even goed omhoog. Ja, dat is een beetje mak. Dat zit niet goed. Je hebt een ruim ding. Ja, dat is helemaal naar boven. Saai. Ja, zo zit die goed. Onze coureur, hoor. Klopt. Mooi vooral, hè? Ja. Echt kaart, hoor. Dat is ook wel, hoor. Ja, het is net iets duur voor de
Zo, we zien het zo. Knap hoor. Hé, hey, je hebt bijna niet meer stil gestaan, hè? Zak langs die bandjes hier, hoor. Nou, veel. Wie tikte jij nou aan de kant? Drie keer of zo, ja. Dat valt wel mee, toch? Ja, mag je meedoen? Hoe zegt u niet?